We hebben nu voor het vervoer van passagiers tussen terminal en vliegtuig hebben we 35 elektrische bussen rondrijden. We hebben voor elektrische bussen gekozen omdat dat een duurzamer alternatief is. En we zijn er ook achter gekomen dat een dieselmotor voor ons proces minder geschikt is vanwege de korte afstanden en de lage snelheden, waardoor de motor eigenlijk niet goed op bedrijfstemperatuur komt. Het opladen gebeurt hier op het Tenderplein en daar heeft elke bus zijn eigen laadlocatie. En aan het einde van de dienst worden ze hier geparkeerd, aan de paal, aan de stekker gezet en vervolgens worden ze in de hele nacht opgeladen en zijn ze 's morgens weer klaar voor operatie. We hebben een eigen zonnepanelenveld om de energie op te wekken. Daarmee worden ze overdag de energie gecreëerd en 's nachts laden we vervolgens de bussen op. Er zijn nog geen luchthavens die op deze schaal elektrische bussen hebben ingevoerd. Er zijn wel luchthavens die veel interesse hebben of zelfs al bezig zijn met een pilot, maar dus nog niet op deze schaal.